Op 19 en 21 september vinden de algemene politieke beschouwingen plaats in Den Haag. Klaas Dijkhoff, de fractievoorzitter van de VVD. Is hij alleen de slimste mens of wordt hij straks ook de beste die beter? Klaas Dijkhoff van de VVD. Hij heeft humor. Hij heeft debatvaardigheid. Hij is retorisch heel erg sterk. En hij gebruikt heel veel stijlfiguren. En dat is een enorm goed wapen. Zoals bijvoorbeeld in het debat tegen Thierry Baudet, waarin hij een hele goede comeback maakte. En nu heeft net Henk Kamp weer ook een baan gekregen bij de zorgwereld. Waarom hoor ik hem daar niet over? De heer Dijkhoff. Ja, voorzitter, de heer Baudet zal mij de komende jaren nooit horen over dingen die niet bestaan. Dus ook hierover niet. De heer Baudet. Je ziet het gebeuren. Je ziet dat de ene na de andere VVD'er vanuit de Kamer of vanuit het kabinet naar de zorgwereld toe gaat. Je ziet ook dat de woordvoerder van zorg namens de VVD hier in de Tweede Kamer afkomstig is uit de zorgwereld, uit de zorgverzekeraarswereld. Dit is een kartel, dus een gesloten wereld waarin men de handen boven het hoofd houdt, waarin die bureaucratie niet wordt aangepakt, maar alleen maar groter wordt. En dat is het onderliggende probleem, dat moet worden geadresseerd. En het is echt ongelooflijk dat een nieuwe fractievoorzitter hier, de eerste dag dat hij hier staat, zegt dat het niet bestaat. Ja, voorzitter, wat je ziet is dat bestuurders besturen en als ze ergens goed in zijn, komen ze op een andere plek ook terecht. Ik snap dat de heer Baudet daar iets van maakt. Ik snap zelfs dat veel Nederlanders soms denken, goh, die naam zagen we eerst daar, nu zien we hem daar. Maar dat is natuurlijk maatschappelijk vrij logisch. Mensen die de topfunctie bij een bank bekleden, hebben vaak eerder bij een bank gewerkt. Dat staat alleen niet in de krant. Mensen die bij PSV in het eerste komen, komen ook niet van het hockeyveld afrennen. Die hebben eerst ervaring opgedaan in een lager elftal. Dus dat mensen die ergens goed in zijn, in die sector gewaardeerd blijven en dat er om gevochten wordt, dat vind ik vrij logisch. Maar hij heeft wel meer. Sterker nog, zelfs zijn proefschrift bevatte een drieslag. Kortom, hij is een echte taalkunstenaar. En dat zorgt ervoor dat je tijdens een debat als de algemene politieke beschouwingen heel erg sterk staat. Wat is zijn valkuil? Hij moet wel oppassen, want het zou soms te laconiek kunnen zijn. Sterker nog, je staat niet aan de toog bij een studentenvereniging. Je staat natuurlijk in de Nationale Vergaderkamer. Dus met al te veel grappen en grollen dreig je minder serieus te worden. En let op, human interest is vooralsnog niet heel erg zijn sterkste punt. In het debat met Ham ten Broeke als statement kwam hij heel zakelijk over, maar ook een beetje ijzig. Dus let daarop. Vond je dit een leuke video? Vergeet ons dan vooral niet te liken. En wil je meer tips ontvangen? Abonneer je dan op het YouTube-kanaal van het Nederlands Debatinstituut.